Dus als ik swap, zijn wij een halfkleiderbedrijf. En zoals u hier op het titelblad ziet, wij digitaliseren de echte wereld. En dus de wereld waarin we leven is analoog. En er wordt meer en meer gezegd, alles moet gedigitaliseerd worden. Dus op die interface, daar vindt u chips van X-Fab. Obligatoire disclaimer. En dus de zaken waar we in onze maatschappij mee te doen hebben vandaag is allemaal over klimaatverandering en toenemende bevolking en de veroudering van onze bevolking. En daar hebben halfgeleiders een bijzondere rol om een durable oplossingen te bieden voor de toekomst. En daar zijn halfgeleiderschips essentieel en de ideale oplossing om daaraan te werken. Ik zal dat dan dadelijk verder uitleggen. Nu, wat misschien belangrijk is om te weten, is dat halfgeleiderschips maken is heel moeilijk. Dat zijn ongeveer 600 stappen en ongeveer, duurt ongeveer 3 maanden van een blanke wever tot een werkende chip om die te produceren. En dus dat hebben we ook gemerkt in de voorbije jaren, dat er een groot tekort is aan chips. En overal zitten chips in en dat heeft dan uiteindelijk een grote invloed op onze economie. En dus dat is nog niet voorbij. En dat is ook erkend door de Verenigde Staten, Europa. Overal heeft men nu Chip Act-programma's om de halfgeleiderindustrie weer wind in te blazen. En dus productie wordt opnieuw als essentieel gezien en strategisch. En dat is precies waar X-Fab actief is. Wij ontwikkelen technologieën, halfgeleidertechnologieën en ook de bijkomende design IP, die het mogelijk maakt om onze klanten om zeer efficiënt chips te ontwerpen en die dan bij ons te laten produceren. We hebben 6 productiesites over heel de wereld. 4 in Europa, 1 in Maleisië en 1 in de Verenigde Staten. En we investeren ongeveer 50 miljoen in R&D per jaar. Laten we even beginnen met het eerste domein waar X-Fab actief is, automotive. Dus 52% van onze omzet vandaag is voor chips die in auto's gaan. Over de voorbije 5 jaar had dat ongeveer een gemiddelde groei van 11%. En de vooruitzichten voor halfgeleiderchips voor de rest van deze decade is dat het gaat groeien met 13% jaar per jaar. En dat is de sterkste groei in heel de halfgeleidermarkt. En waarom is dat? Wel, dat wordt allemaal gedreven door de transitie naar elektrische auto's. En er zijn dus veel meer chips in een elektrische auto dan in een gewone auto met een verbrandingsmotor. En dan kan ik misschien nog een anekdote. Voor een paar maanden had de CEO van ZF, dat is een bedrijf, een van de belangrijkste fabrikanten van versnellingsbakken. En die zegt, ja, voor de toekomst, tandwielen, chips zijn de nieuwe tandwielen. Dat is precies waar X-Fab actief is. De volgende poot is industrial. Ook de industriemarkt wordt sterk gedreven door de vergroening, renewable energies. Ook het reshoren, dus het terugbrengen van productie van Azië naar Europa of de Verenigde Staten. Productie hier, om die competitief te maken, moet sterk geautomatiseerd worden. Ook al omdat er gewoon niet genoeg arbeidskrachten zijn, is het nodig om fabrieken zeer sterk te automatiseren. En daardoor zijn dus ook meer chips nodig. Maar ook smart cities, overal waar men interface met de real world, zijn er sensoren en actuatoren die gemaakt worden bij X-Fab. Over de voorbije jaren hebben we een gemiddelde groei gehad in het industriesegment van 23%. Het vertegenwoordigt nu 22% van onze omzet. En naar de toekomst toe is het ook een zeer sterk groeiend stuk in de halfgeleidermarkt met 9% per jaar.
Het derde belangrijke segment waar X-Vac actief is, is alles wat te maken heeft met medical. Om dus de veroudering van onze bevolking vereist slimme oplossingen om efficiënt de medische verzorging te kunnen doen. En daar zijn dingen zoals toestellen die vroeger alleen maar in hospitalen ter beschikking staan, om die te miniaturiseren en die bijvoorbeeld bij de dokter in het dokterskabinet te brengen enzovoort, om snellere diagnostiek aan lagere kosten te doen. En dus in het medical segment hebben we een groei gekend de voorbije jaren van 32%. Dus vertegenwoordigt nu 7% van onze omzet. En de verwachte groei van de hele halfgeleidermarkt voor medische toepassingen is ongeveer 10% per jaar. Dus daar doen we duidelijk beter. Nu, als we kijken welke soort oplossingen, zijn er eigenlijk drie groepen. Voor eerst persoonlijke medical care, dat zijn elektronica die zit in pacemakers, hoorapparaten, bijvoorbeeld temperatuursensoren voor wireless of contactless temperatuur of thermometers. Maar ook in grotere systemen zoals X-ray detectors of CT-scanners of ultrasound echografieën. X-FAP heeft meer dan de helft van alle ultrasound-echografie-systemen in de wereld zijn op basis van chips die bij X-FAP gemaakt worden. En dan de derde poot die het sterkst groeiende is, is wat we noemen lab on a chip, waar op de chip direct contact gemaakt wordt met de vloeistof en een analyse gedaan wordt, een DNA-analyse of een virus gedetecteerd worden. Dus in de voorbije jaren hebben we onze portfolio van 48% automotive industrial medical met die focus naar 82% gebracht. En die groei verwachten we in dat ons core segment verder te zetten. Als we kijken naar X-FAP de voorbije jaar, zag er zo uit. Wij investeren sterk. Wij hebben een vraag die duidelijk hoger is dan wat we kunnen leveren aan onze klanten. En ook voor de volgende drie jaar zijn wij volledig uitgeboekt. Ook alle investeringen en uitbreidingen die we doen, zijn eigenlijk al verkocht. Dus waar gaan we naartoe als X-FAP? Wij verwachten in 2024 iets meer dan een miljard omzet te doen met een EBITDA van 30%. En je kan dan uitrekenen op basis van de waardering vandaag wat het potentieel is van X-FAP. En dus met dat wil ik dan ook besluiten, want mijn tijd is om.